naar de ene dender van de starter van Riders Ready Watch the Gate. Zo die eerste bocht in droppen. B-finale in deze categorie waar Richters en Kremers en Smits de dans maken. We gaan kijken naar de 309 dan van Max Kremers van Lieldorf. Overzwaard aan de leiding. Kremers daar vertrokken voor zijn B-finale met daarachteraan de Noah Kremers, Baasland Star. Komen ze aan die kopbocht thuis, is de Kremers nog steeds daar aan de leiding. We gaan kijken of het doel zal blijven tot aan de finishlijn. Gevolgd door Renel Kremers dus. En dan de 160 plaat Jan de Richters. Vooraan in deze B-finale, één man van start tot finish. Goed gereden hoor, heel erg sterk. En wint deze B-finale is Max Kremers. De A-finale Riders Ready Watch the Gate in de 12-13-jarige categorie door Stappen en Van der Broek dan. Dinter, waar gaan we kijken naar Schepers? Schepers is vertrokken hoor. Zij laat alle mannen achter zich, inclusief Isa van Dinter die er op de 2 zit. En dan is Chris Verstappen gezien. Waar gaan we kijken naar die kleine dekselse rol van de Broek Talent BMX? Kan hij ergens nog een gaatje vinden om naar voren te schuiven? Vooraan nog steeds Schepers. Dinter erachteraan, van Dinter op de 2. En daartussenin zit dan nog de 22 man Chris Verstappen. Gevolgd door de 153 van Stef van Toren. Vooraan van kop tot staart gereden. Heel erg goed A-finale binnen. Zet.